Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur heeft vanmorgen de eerste klant in Nieuw-Nikeri aangesloten op haar glasvezelnetwerk aan de Majafiraweg te Zeedijk. Het telecombedrijf lanceerde op 7 oktober het Fiber to the Home project in het reisdistrict, waarmee er officieel een begin werd gemaakt met het proces om klanten aan te sluiten op het landelijke glasvezelnetwerk. Na 2 maanden van voorbereidingen en proefdraaien was het vandaag zover dat de eerste klant kon worden aangesloten op het fibernetwerk van Telesuur. Melanie Sarijo is blij met de upgrade die zij heeft ontvangen van het bedrijf, omdat zij als leerkracht elke dag bezig is op het internet. Voor mij is dit heel goed. Internet is sowieso niet weg te denken tegenwoordig. En ik gebruik haast elke dag internet. Of ja, niet haast, elke dag heb ik internet nodig. Voor mijn werk. Ja, voor mijn werk. En ook social media, toch? Ja. U gaf aan dat u gebruikt het voor uw werk. Dus mensen al denken van, waarom is internet voor u belangrijk? Ja, ik ben dus leerkracht en je hebt sowieso informatie nodig, extra informatie. Want de studenten komen dus ook naar je toe met heel wat vragen. Dus je moet up-to-date zijn met alles. Dus daarvoor heb ik ook internet nodig en nu heb je dus ook nog de online lessen. Dus ja, sinds de COVID-periode had je dus dat. En ja, dat is het. Volgens Melvin Tirtosimito, branch manager van Nikeri, worden eerst de klanten die ver van het centrum van Nikeri zijn, aangesloten op het nieuwe glasvezelnetwerk. Klanten zoals Paradise, Zeedijk, Quarantainepolder, Kasafuweg, Hinaar en ook straks Wageningen die aangesloten zullen worden. Dus eerst kijken we naar de klanten die een bestaande internetaansluiting hebben van ons. Die worden gemigreerd. En natuurlijk, de verkoopteam is er ook om de nieuwe klanten op de hoogte te houden. En zo snel mogelijk ook aan te sluiten. Forahed Ghazi, manager Customer Care en Support van Telesuur, is een goede klantervaring een van de eerste voorwaarden van het telecombedrijf. Een stabiele en goede internetverbinding is niet alleen nodig op een mobiele netwerk, maar ook op het vaste netwerk. De klant moet een stabiele internetverbinding hebben en sowieso ook de bandbreedte krijgen die zij hebben gekocht. En als dat niet het geval is, komt het natuurlijk binnen bij ons als storing en wij gaan het oplossen. De reacties zijn heel positief. Vooral in de gebieden waar we eerder niets hadden. De mensen zijn heel erg blij, vooral ook met dat stukje corona, distance learning, ook werken van huis. Het heeft de mensen bijzonder veel geholpen in die moeilijke periode en om hun zaken te blijven doen. Dan heb je dus de mensen die gewoon niets hadden eerder, maar ook de mensen die wel iets hadden, maar ze waren bijvoorbeeld aangesloten op het slecht hangkoper netwerk. Die ondervinden veel instabiliteit en ook lage bandbreedtes. Die zijn natuurlijk heel erg blij ook, want eindelijk krijgen ze waar voor hun geld, waar ze betalen. En kunnen zij dan een goede experience hebben van Telesuur. Het Fiber to the Home FTTH3 project zal in Zeedijk verder worden afgehandeld, waarna de rest van Nikeri aan de beurt is. Telesuur streeft ernaar om landelijk het netwerk dat via hangkoper is aangesloten te vervangen.